Klimaatverandering, krapte op de woningmarkt, zomaar een aantal problemen die voorkomen in Nederland. Nu rijst de vraag, hoe denken jongeren daarover? Wij van Team Straatpraat Light gaan de straat op om jongeren te vragen, maak jij je zorgen over de toekomst? Klein beetje, omdat met de oorlog en zo. En ik hoop eigenlijk niet dat Nederland er echt bij betrokken raakt. En hoe denk je dat de oorlog kan worden opgelost? Nou, ik weet het eigenlijk niet, want er is zoveel drama in de politiek en zo. Dus ik weet eigenlijk niet hoe we het zouden kunnen oplossen. Ik maak me geen zorgen om de toekomst. En waarom komt dat zo? Nou, omdat ik vind dat het allemaal wel goed loopt nu. Er is geen reden voor mij om me zorgen te maken. Maken jullie zorgen over de toekomst? Jawel, maar nog niet echt dat ik me er heel druk om maak, zeg maar. Ik weet wel, het gaat mis. Ergens gaat het mis, ja. Maar het komt ook wel weer goed of zo. Nee. Hey, en hoe komt dat? Ik heb een goed leven. Ik denk dat we in Nederland over het doorsnee genomen allemaal een goed leven hebben in vergelijking tot andere landen. Ja, van alle gekke dingen gebeuren. Oorlogen en aardbevingen en alles. Ja, je weet nooit dat een keer echt de bom knapt, zeg maar. Een beetje wel, ja. En hoe komt dat? Door de economie en alles wat veel duurder. En man durft zelf bijna, ja, ik vind het zelf ook heel eerlijk, ik ben een vrouw, niet meer veilig ook over de straat mee te gaan. Uh-huh. Ik moet gewoon mensen mee vragen, wil je met mij mee naar de stad heen gaan? Want ik durf bijna helemaal niet meer alleen te gaan. Vroeger wel, nu niet meer. Is er iets waar je extra zorgen om maakt? Of is het echt allemaal gewoon, kom maar goed? Ja, het komt ook wel goed, maar het is meer van, ik woon zelf ook op boerderij en dan is het meer met alle stikstof en zo, dat komt allemaal, ligt het allemaal bij ons. En dat is allemaal, we moeten allemaal weer dingen in gaan leveren. En als wij al 40% in moeten leveren, ja, dan hoeven wij de boerderij in principe ook niet meer verder te laten gaan. Kunnen we ook gewoon meteen stoppen. Wil je het bedrijf dan later ook overnemen? Als het moet, ja, dan wel. En als het nog kan, ja, als het kan, dan zou het mooi zijn.